Verzekeringsmaatschappij Assuria moest vandaag uiterlijk 12 uur stoppen met de bouwwerkzaamheden van hun groot pand aan de Regolaan. Dit is volgens buurtbewoners door de kortgedingrechter bepaald op een zitting van morgen. Het bedrijf heeft echter geen gehoor gegeven aan dit vonnis. Evelien Emmanuels Ramdan is ontstemd hierover en noemt de houding van het bedrijf asociaal. Ze vraagt zich af of de werkzaamheden gewoon voortgezet zullen worden door Assuria, ondanks het rechterlijk bevel. En we zien dat de mensen gewoon doorgaan met de bouw. We kunnen niemand bereiken, dus we laten het even voort. Dus we zien wel. Maar dit maakt het wel erger, want nu heb je een bevel van de rechter heb je aan de kant gezet. Dit kan. Dit kan echt niet. Niemand die rekening houdt met ons. Het is een bedrijf dat, neem ik aan, maatschappelijk verantwoordelijk is. En die moet rekening houden met mensen en maatschappij. Maar dit is heel asociaal gedrag. Maar hoe staat het met de andere buurtbewoners? Hebben zij ook de... We zijn verenigd en we zijn met z'n allen naar de rechter geweest vanmorgen. De zaak is ook gezamenlijk ingediend. Van de andere partij was er, ik denk, een vertegenwoordiger of een klerk. Ik weet niet wie precies. Die moet... waarschijnlijk hebben doorgegeven wat de rechter heeft gezegd. Want de rechter heeft het 3 keer aan die jonge man gezegd wat er moet gebeuren. We zijn hier gekomen, we hebben het aan de mensen doorgegeven. Ondanks het niet onze taak was. Ik weet niet wat gebeurt. Emmanuel zegt verder dat buurtbewoners eerder verschillende afspraken hebben gemaakt met de leiding van Assuria. Deze afspraken zijn echter niet door het bedrijf nagekomen. Wat mij betreft stopt het. Sowieso stopt het. We kunnen al vanaf ze bezig zijn niet slapen. We hebben een chronische slaapgebrek. We kunnen niet functioneren. We kunnen niet werken. Niks. En onze concrete is, laten ze komen zeggen wat ze voor ons hebben. Voor mijn part mogen ze dit alles hebben. Laten ze kijken wat ze voor ons... Ik kan hier niet meer wonen. Weet je, en mensen worden misleid, want ze zeggen het is een kantoorpand. Maar bij de speech van de directeur, de vorige directeur... Zeg dat er winkeltjes erin komen, ongeacht wat het is. Dit kan niet. De bouw duurt langer dan 2 jaar, heb ik begrepen. Dit kan absoluut niet. Dit kun je niemand, dit wens je echt niemand toe. Dus laten zij maar kijken wat ze willen doen. In principe weten wij ook al wat wij doen. Evelien Emmanuels Ramdan over de bouw van het megapand van Assuria. Als buurtbewoner van de Regolaan is ze zeer teleurgesteld in de houding van de verzekeringsmaatschappij. Ze geeft aan dat de rechter het bedrijf heeft opgedragen vandaag om 12 uur te stoppen met de bouw van het grote pand aan de Regolaan. De werkzaamheden vinden echter normaal voortgang. Pogingen van onze nieuwsdienst een reactie van Assuria te krijgen zijn tot nu toe niet gelukt.